vandaag. Donderdag. Ik moest even nadenken. Het is vandaag donderdag. En ik ga vandaag weer lekker filmen op stal. Heb ik even ergens geholpen. En nu ga ik... ben ik nu bij de paarden. Ik ga met Stanley, balkjes. Ik ga eerst even kijken in de agenda. Of er geen letters zijn in de buitenbak. Want de voorste buitenbak van ons ziet er eigenlijk wel heel goed uit. En dan ga ik misschien even balkjes. Misschien een klein sprongetje doen met Stanley. Maar in ieder geval even balkjes lopen. En daarna ga ik wel wat met Max doen. Want ik had besloten om vandaag wat te doen. En het is nu net 2 uur geweest. Dus ik heb ongeveer tot 4:30. Kwart over 4, 4:30 de tijd. Want ik wil graag voor het donker thuis zijn. En dan deze video editen. En vanavond kom ik nog online op de... Tenminste, als deze video online is, dan ben ik al online geweest op mijn Instagram over mijn online programma. Dus dat ga ik dan niet filmen. Misschien dat ik een stukje in de video plak van de live die ik op ga nemen. Maar in ieder geval, ik ga nu naar de paarden. En... Nou, ik wil eigenlijk springen, maar daar heb ik eigenlijk te weinig tijd voor. Dus ik ga gewoon nu lekker rijden. En daarna, want ik wil eigenlijk ook wat met Max doen. En als ik daar niet aan kom... dan ga ik morgen wat met Max doen, want ik zal morgen ook les geven. Alleen, die les is afgezegd. Omdat het paardje nog een beetje stellend is. Ik ga wel in de binnenbak rijden, dus ik weet niet hoe het licht van hier is. Oh. In de grote... Want in de grote buitenbak zijn er al mensen aan het rijden. En in de kleinste voorste bak... Dan willen nog mensen op de bankjes gaan zitten. En dan moet hij eraf knippen. Want dat is natuurlijk met de privacy. Dus ik ga lekker naar de binnenbak. Ik ga ook gelijk de camera uitproberen in de binnenbak. Stel even rijden. Heb je er zin in? Nou, we moeten er nog over nadenken. Heb je bit verkeerd, Tom? Nou, dat is een bit goed. Dus ik ga nu Stan hobbelen. Kom, Stan. Je moet even de camera in de hoek zetten. Ja, je hebt gelijk. Moet in de andere hoek. En dan ga ik even hobbelen. En dan Max pakken en dan even met Max wat grondwerk doen. Ga ik ook al filmen. En als het daar al te laat voor is. Want ik heb niet zulke hele goede ogen. Dus ik probeer het donker zoveel mogelijk te vermijden. Dus ik probeer altijd voor het donker thuis te zijn. Lukt niet altijd, maar dat probeer ik wel. Stan, ik vind het nu al saai. Ik ga gewoon even filmen, jongen. Ja. Dus jullie staan nou helemaal in de hoek.
Je hebt het niet opgegeten, hè? Je houdt een strootouwtje vast. Deze vriend. Jij bent zo aan de beurt. Echt waar. Even Stanley even naverzorgen. Ja, nee, de benen moet je erbij houden. Zo. Nou, ja. Stanley hoest soms met aandraven. En deze is een klein beetje een soort van ja, lichte stiek in. En niet zoals gewone zingels. Ik heb als eerder een zingel gehad met stiek, maar dat ging juist schuiven. En deze juist niet. Maar het helpt wel met de ademing. En hij heeft nu vandaag niet gehoest. Terwijl hij maandag hoorde van mijn bijrijden dat hij wel gehoest had. Toen had ze de andere zingel. Dus deze wil ik nu uittesten. Ik ben benieuwd. En ga ik zelf van de week ook nog met mijn gewone single rijden. Kijken of hij dan gaat hoesten. En daarna weer een keer met deze. En dan weet ik of dit ook helpt tegen het hoesten of niet. Nou, Max had een hoop stalletje. Want hij stond bij de voorhekjes hier. Dus er was hekje open en Max zat in stal. Ik ga nu even zijn eten klaarmaken. Hij krijgt nog de psyllium tot morgen. Morgen laatste dag. Stanley staat nu ook in de stalletje om te eten. En dan ga ik gewoon Max even lekker poetsen. En dan spiek hoe laat het nou is. Het is 4:10. Dus ik heb ongeveer nog een half uurtje. Dus vind ik net iets te kort om echt wat met hem te gaan doen qua grondwerk. Dus ga ik hem gewoon even zo lekker uitgebreid poetsen. Maar eerst even zijn eten klaarmaken. Nou, Max is even het eten. Ik ga het even poetsen. En dan kan hij weer terug. Ik ga expres even buiten staan, want ik heb even hoefjes nog inlachen. Met een lach, ik weet niet. Met dit spul wat ik laatst gekocht had, even mee insumeren. Ik ga nu naar huis voordat het donker is, want ik zie niet zo goed in het donker. Ik zie de meeste mensen niet, maar ik heb niet zulke hele goede ogen. Dus ik probeer het donker een beetje te vermijden als dat kan. Dus ik ga nu lekker onderweg naar huis. En dan heb ik ongeveer 3 uur de tijd om deze video te editen. En dan ga ik om 8 uur online, live online op Instagram om meer te vertellen over mijn online programma. Cursus die 4 januari start. Maar goed, dan deze live is dan vanavond en jullie zien deze video vrijdag, dus voor mij morgen. Dus ik ga nu naar huis, zoals ik al zei. Ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken van deze video. Doe eventueel een duimpje omhoog. Vergeet niet op abonneren te klikken als je dat nog niet gedaan hebt. Dat zou ik eigenlijk heel erg leuk vinden als je abonneert. En laat eventueel een reactie onder laat eventueel een reactie onder deze video wat je ervan vond. Springen ga ik misschien morgen dan doen. Dan heb ik er misschien meer tijd voor. Mijn licht eraan wat voor weer het is. En of ik ga rijden misschien. Nou, in ieder geval, ik bekijk altijd per dag wat ik met mijn paarden ga doen. Wat voor mij goed voelt. Ik doe niet echt schema's, soms wel. Maar op het moment doe ik gewoon lekker wat goed voelt. Nou, Stanley liep eigenlijk wel heel fijn. Dus ik zie jullie morgen. Doei doei!